Het halve land, ja, heeft zitten zwijmelen. Vrienden, ja, bij de BNB vol liefde. Bij Debbie en haar paaltje, ja, ach. Iedereen, nou. Het was gewoon een zucht van opluchting toen bekend werd dat ze nog steeds bij elkaar waren. Ja, en Jut en ik, ja, wij ook. Ja, want wij zijn eigenlijk ervaringsdeskundigen op het gebied van de romantiek. En nog even een slag, niet één slag, vele slagen erger. Want ik neem jullie mee, vrienden, in dit romantische verhaal van Jut en mij. Hier, let even op. We zijn, zeg maar, 2017. En ik kom haar voor het eerst tegen. Dat was ergens in het Feyenoordstadion, ja. Toen kwam ik haar tegen en zag ik haar voor het eerst. Maar daarna spraken we een keertje af. En toen stonden we maar een beetje om elkaar heen te draaien. En het schoot maar niet op en dit en dat. En ik durfde ook niet. Ik was een beetje paal en ik durfde ook niet echt goed. En toen ja, stonden we op parkeerplaatsen en regenen, vrienden. Niet te geloven. En toen zei ik dat. En ik dacht bij mezelf, ja, zal ik er nou een zoen geven, ja of nee? En zij had zoiets van, ja, wanneer gaat hij het nou eens een keertje doen? Oh, vrienden, ja. En eindelijk na een uur, toen durfde ik het. Ja, en toen waren we zeik en zeik en zeik nat. Nou goed, maar toen gebeurde het ook, vrienden. Dat was niet vlammetje in de pan en het was ook geen bliksemschicht. Het was ook niet, de aarde stond stil en ik hoorde ook geen engelenkoor. Het was vreselijk gewoon. Ik ben de weken daarna ben ik 15 kilo afgevallen. Kun je je voorstellen? Ja, mijn huisarts zei, oh, je hebt het wel heel erg te pakken. Ja, heel erg te pakken. Zeg maar, verliefdheid met koeienletters. Met zulke grote hoofdletters. En vrienden, nou, maar ik moest weer terug naar Amerika, waar ik toen woonde. En ik zou, ja, Jut een tijdje niet gaan zien. Zij bracht mij weg naar het vliegveld, vrienden. Ja, zie je het voor je? En er was al een hele treurige stemming de hele tijd in de auto. Want we wisten gewoon van, we gaan elkaar de hele tijd niet zien. En dit was, nogmaals, verliefdheid. Maar ook, niet van één kant, maar van twee kanten. Ja, dat was hem. Ja, het maak je bijna nooit mee. En stond ik daar op vliegveld. En toen moesten we afscheid nemen. Nou, vrienden, als Steven Spielberg daar was geweest, dan had hij dat dolgraag gefilmd. Dat was een tearjerker, eerste klas. Het was een tranendal. Ik stond me daar tot aan mijn oksels in mijn tranenwater. Het was één grote ellende. En daar liep ze weg, in de verte. Kleine Jut. En die liep ook daar in de verte. Zag ik haar ook huilen. En ik moest onderweg naar het vliegtuig. En ik dacht alleen maar, oh, ik moet haar nog eventjes aan de telefoon krijgen. Ik moet, voordat ik instap, moet ik haar nog even spreken. En ik maar op die telefoon. Tik, 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 tik. Niks. In gesprek. Weer in gesprek. En ik stond in die slurf. En ik moet haar nog even spreken voordat ik het vliegtuig inga. En die mevrouw van de KLM, weet ik veel wie. En de andere stewardessen die begonnen tegen mij te duwen. En die zeiden, ja meneer Vermeegen, u moet nu wel gaan instappen. Ik zei, nee, ik stap niet in. Ik moet eerst nog even iemand aan de telefoon krijgen. Ja. En vrienden, ze gingen nog verder duwen. En als u nu niet instapt, dan gaat u niet mee. En ik liep dus dan toch maar naar het vliegtuig toe. En boem, 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 boem. En ja, ik kreeg heel even, hoorde ik haar stem. Ja. En toen zei de stewardess, u moet nu weer ophangen. Boem. En dat was het dan.
En toen zag ik in het vliegtuig, nou vrienden, werkelijk als uit de hemel geschonken, zag ik een bordje hangen. Ja, u kunt wifi kopen. Oh, ik denk de stewardess, waar kan ik die wifi? Ik moet nu die wifi hebben. En wacht meneer, we gaan eerst opstijgen. U kunt straks kopen. We waren nog niet opgestegen. Ik kocht het en ik... En toen had ik Jut weer aan de telefoon. Ja, en ik uren zitten bellen in het vliegtuig. Uren. Dat ging zo verder. Eigenlijk mensen gingen mijn dingen gooien naar mijn kop. En riepen, haal nou eens een keer je kop. En hij spoelde dicht. Dus ik wil, ja, en toen kwam de stewardess en die zei, u mag niet meer bellen, het moet nu afgelopen zijn. Vrienden, over romantiek gesproken. Zo begon het dus, tussen Jut en mij. Ja, en nog steeds, zijn we supergelukkig. Ja, en dat wens ik jullie ook toe. Jut is mijn Debbie 2.0.